STOA neemt het onder de loep. Vandaag hebben we de eerste STAWA-bijeenkomst gehad. Strategisch toekomstatelier waterbeheer. Er is ongelooflijk veel aan de hand in Nederland, in waterland. We hebben zeespiegelstijging tegenover enorme bodemdaling. We hebben droogte, we hebben piekbuien. En eigenlijk is het zo dat de watersector gewoon moet opstaan. En liever gisteren dan vandaag. En dat betekent dus dat jong en ervaren en van uitvoerder tot bestuurder eigenlijk ook samen moeten werken en in verbinding moeten komen. Dat is wat we hier hebben proberen te bereiken tijdens die STAWA. En hoe koppelt dat nou terug aan STOA? STOA is natuurlijk de partij voor de juiste kennisvragen. En juist met die achterban, met die gehele sector, hebben wij vanmiddag gekeken naar waar moeten wij ons nou op focussen de komende tijd. Het was niet alleen hartstikke bruisend vanmiddag met heel veel energie, maar we hebben ook hele nuttige inzichten aangereikt gekregen. Daar gaan we twee dingen mee doen. De dingen waar we gelijk mee aan de slag kunnen, die pakken we natuurlijk gelijk op. Die komen ook in onze strategienota te staan en betekent gelijk nieuw onderzoek. En de zaken die op de wat langere termijn spelen, nou, die leggen we ook heel goed vast. Zullen we ook met ons bestuur bespreken. En die zijn natuurlijk voor de watersector ook ontzettend belangrijk. Dus prima middag. We zijn er heel erg trots op dat onze achterban zo actief meedoet. En we krijgen terug dat het eigenlijk ook wel verbindt. En dat hebben we in deze tijd natuurlijk hard nodig. Bekijk het met STOA.